iedereen en welkom bij Pokémon Crystal. En vandaag heb ik een vast commentator genaamd. Pietje Bel. Pietje Bel. Hallo Pietje Bel. We gaan verder met Nathalie. Oh, Pietje. Ja, deze game. Ja. Oh, Bill Gates is dood. Bill Gates. Voor jou, Bill Gates. En we hebben vandaag de gym beslagen en dus, wat gaan we nu ook doen? Ik weet niet wat Pietje moet doen, nou ja. Ja, dat begrijp ik, maar welke gym is ook weer de eerste? Als je naar boven loopt, dat is City. Ja, maar ik ga eerst, weet je, die is Misty doen. Ja, dat is de Bagnut. Oh, de muziekje. Even kijken hoor. Kijken. Hier hebben we Max de Pokémon. Ja, ja, weet ik, maar ik moet hem dan niet meer geven, weet je. Hey, Meester Jelle en Meester Jelle. Herman en Herman. My Fampi is the cutest in the world! What the hell? Hey, een pedo! Oh, wat heeft hij een lange snuit, zeg. Misschien een pedo. Whatever. Oh my god. Dat is heel erg over. Wat de hel! Hij is maar 5 levels lager dan ik, hè? Ik vergeet altijd welke type event die is. Nog nooit een Fambi getraind, ook nog nooit van plan om een Fambi te trainen. Ik heb wel een keer een Donphan getraind, trouwens. Ook het pedo Rex is verslagen. Maar ten eerste als de kids in de wereld. Nou, ze zeggen allebei hetzelfde. Volg de pedo. Ten years. Ted, de film. Ja, kom op, don't fuck jou. Echt dat nieuwe type, hoe heet dat nou? Fairy of zo, dat lijkt me echt zo'n kut type gewoon. Alles half nul. Ja, maar dat doet me gewoon heel erg denken aan een beetje een combinatie tussen psychic en normal, weet je. Maar bij al die andere types kan ik me wel bij voorstellen, maar bij Fairy, ja. Beetje magisch-achtig, denk ik. Fairy. Hey Jurk, laat me door. Oh ja, jij wil me niet doorlaten. Ik kan gewoon niet langs lopen. Jongen, ik kan toch niet door hem heen lopen? Ik moet er zo meteen wel heen. Ik kan gewoon door lopen. Kijk of hier een item ligt. Ja. Er zal ongetwijfeld wel een item ergens liggen. Nee, wat een nutteloze gebruik van die ruimte. Oké, waar moet ik nu over? Ik moet toch van die story moet ik nog iets doen. Naar de power plant. Dan moet ik eerst naar Cerulean City. En dan naar Flash. Flash. Je moet een beetje even naar boven lopen en dan toch naar rechts. Ja, maar je kan toch via Lavender Town? Ja, maar dan moet je hier naar de pit. Nee, je kan. Als je hier naar rechts gaat, dan kan je nou ook naar Lavender Town. Hier heb ik cut voor nodig. Wacht, dat is een daycare toch? Oh. Jawel, dat is een daycare, dat vind ik echt leuk. Nee! Pak jou, Pidgey. Oh ja, het was eerst een daycare. Volgens mij.
Oh, dat is toch van Ghost Pokémon? Nee, dat gaan alle Pokémon zien. Als je die vooraan. Dan iemand ga je vooraan en dan kom je van de Pokémon. Echt waar? Ja. Dat zie ik helemaal niet. Ik ben ook wel goed. Je kan hier niet rennen in dit spel. Ik kan wel een bike pakken. Maar dan is een leuke muziek weg. En ik moest trouwens hier onderlangs. Mama, ben ik weer aan het falen vandaag. Hier naar rechts. Nee, je hoeft volgens mij niet helemaal door de cave, hoor. Nee, ik kan van geen grote deur. Ja, en Lavender Town heb je ook geen cave gelopen. Wel als je via daar gaat, maar... Pikker Edna. Wat een naam. Ik zal op de cave lopen voor de video. Ja, koud, maar je red en blue, daar kom je niet aan de cave. Hallo, Bill Gates! Hij heeft een grondaanval op de denk je dat mijn Bill Gates een grondaanval kent? Nee, maar die dood is. Het is 2 HP schade. Oh my god, dan ga ik even een andere Pokémon erin zetten. Als je het niet erg vindt. Oh my god, hij lijkt het. Nee, dan weet je wat ik nog ga zeggen. Dan lijkt eigenlijk Ben wel of Nathalie. Het is ook een muis. Yo. Nathalie. Kom op, dood. Ja. Poetjakjaal. Zeg maar een koetje. Stikker. Dude. Ja, jij. Hey, you, no glitter. Wat betekent dat? Dus niet storen ofzo. Nee. Oh my god. Wat? 3 dildo's uit de grond. Dat was helemaal niet goed. Druk je per ongeluk op wingetag. Ik train. Duk je wel? Ja. In welk spel? Bij Red? Ja. Fire Red ga ik trouwens ook nog een keer les spelen. Ja, ik heb nu ook wel Fire Red en Dratini. Hoe de heck kom je aan een Dratini bij Red? Met Point. Oh ja, bij de... Oh my god. Oh, ze zijn zwart die trainers, die zijn echt zwart. Maar ik krijg wel heel veel XP van Poliwrath, van level 29. Dat doen we me meteen denken aan toen ik bij Yellow, weet je wel, dat ik die trainers van level met Pokémon van level 5 dat ik gewoon inmaakte. Met mijn level level 28. Goed Jan. Die train je toch ook? Of niet? Ja. Level 41, Bill Gates. Goed zo, je krijgt wel geld van. Oh nee, jij hebt al genoeg. Ik heb gewoon 3 kaarten. Ja. Nee, het waren 2 pakjes van 3 kaarten. Ik heb nog 2 pakjes voor jou. Ja. We gaan mijn Maxje even vooraan zetten. Voor jouw Max, hè Max? Jij hebt een Emperor. Oh ja. Zij krijgt. Ha. Oh, wat een leuk slachtoffer. Oh, die dood. Donder punch, donderslag. Level 15 ook echt, hè? Hoe naaiend kan je zijn? Net zo naaiend als dat als een Pokémon van level 100 met super aan een Pokémon van level 1 had. Ja. Ik had ook, ik weet niet in welke part, of was volgens mij in 2-3 parts geleden of zo, ik probeerde ik een Magikarp te vangen. Zonder dat hij verzwakt was. Met Pokéball en met een speedknop. Ik denk dat ik 15 Pokéballs had gegooid, dat werkte toch nog niet, dus ik had er maar. Ja. Nee, hij gaat Oh, dat is een slachtoffer. Yo, ik heb wel een goede Pokémon vandaag. Geen Thunderbolt. Thunderpunch. Geen Thunderbolt. Weet ik. Max is ook level 41. Wie is er volgens Sandslash? Oh ja, Peggy. Dean Sanders. Hey, meneer Dean.
Oh, good. Dat absorb moeten doen. Ik heb lekker doen. Ik heb nu al. Maar hier zo die vrouw. Is hij echt krassig of niet? Ik heb lekker doen. Ja, bij, weet je? Dude, Erika. Erika. Ja, daar moet ik zo meteen op, dat gaat. Weet niet. Voor mij heeft het mega zoals. Ja, dat ga ik dan vervangen voor absorb. Ik vind het nog. Weet ik. Ja, maar ik heb deze als een Odys gevangen. Nou. Ja, weet ik. Ja, maar weet dat? Becky moet ook... Een spijbelaar. Hij is een grote spijbelaar en hij is dik en lelijk. Hij was gezakt voor zijn rijexamen. Voor de theorie. Nu durft hij niet meer op school te komen. Omdat hij bang is dat we gaan uitlachen. She will coming... Wat zegt hij nou? She be coming round Mount Silver. When she comes. Mount Silver is a JoJo, right? Ja. Heeft hij een Jigglypuff? Weet ik niet, maar hij heeft een Jigglypuff. Hoe weet je dat? Dat is een Jigglypuff, hè. Nee, hij had het over Mount Silver, hè. De plek waar je de trainer alle tijden kan verslaan. Oh. Oh, dat is een Jigglypuff. Ik denk dat hij het over een vrouw heeft. Dan ga ik ook snel naar Mount Silver. Die vrouw is van mij. Hiker Tim! Tim van GTA. Ik kijk. Ik kijk het wel, ik vind het wel leuk. Goed zo, Peggy! Die muziek vind ik wel vet. Die hebben ze bij Hardcore Soul Silver wel flink opgepimpt. Daar, daar! Wat bedoel je? Ja. Je maakt een hard goal, maar als je een ander deeltje, als je dan hier bent. Nee, dan heb je ook dit deuntje, alleen dan nieuwer. Maar die is ook level 41, dan blijft er maar één over, hè? Onze dikke bolle Tycho! Dude, wil je niet naar me kijken? Have you ever been to a picnic? Ja, dan heb ik alle meisjes die daar waren, heb ik wel flink al een handen genomen. Ik heb nog nooit wat gedaan. Bedoel je? Ik heb geen tijd. Nee, ik heb geen tijd bij dit. Ik kan heel lang opnemen. Ik kan volgens mij zelf een uur, half uur, wat maar wil, maar opnemen, weet je. Ja. Alleen ik ga meestal tot een kwartier. En dan wacht ik tot die is ge... Zeg maar voltooid en dan ga ik weer verder. Skip Bloom! Bloom skip. Heb je die ooit getraind? Ik heb er niet keer eentje getraind. Ik kon dat even weer in een jumpler. Picnicker Heidi. Aan het einde van de straat hebben we ook iemand die heet Heidi. Als ik nou even zeg, moest ik niet eerst naar Tony doen? Zeker voor als je power plant kan doen, weet je wel. Als ik een beetje snel ga, geen wilde Pokémon tegenkom, red. Of ja, red ik het nog tot een kwartier of zo, wat ik zeg. Maar je moet zeker ook een power plant. Nee, hoeft niet. Alleen ik vind het lekker makkelijk als het zo klein is. Dan kom op, dude! Geen Kenya. Nou, dan gaan we hier de par beëindigen en dan gaan we de volgende keer weer verder. Max en ik, dank jullie voor het kijken. Tot Max. Doei. En tot de volgende keer. Ja, Nathalie, ja, Nathalie. Nou, dat mag je niet zeggen. Arme Nathalie. Nou, doei.